gaat het? Naar omstandigheden goed. Naar omstandigheden, hoezo? Omdat we nu 12 avonden Vrienden van Amstel erop hebben zitten. Dus de laatste twee avonden komen er nu aan. En wordt het met de avond zwaarder? Nou ja, het gaat nog wel. Alleen het is wel gewoon iedere avond feest. En het is even... je kan het vergelijken met een korte sprint. Zo'n optreden wat we doen. En ja, het is iedere avond laat. Ja. Hoe bereid je je voor op zo'n reeks? Goed oefenen. Vooral de songs goed beheersen voordat je het podium gaat. We spelen in Vrienden van Amstel dan Bohemian Rhapsody bijvoorbeeld. Nou, dat vergt echt wel heftige voorbereiding. Als dat erin zit, dan, ja, je repeteert nog tijdens de show, dan weet je dat het goed zit en dan kun je gewoon genieten. Dus eigenlijk is dat wel de belangrijkste voorbereiding. Okay. Voor de rest kun je hier niet op voorbereiden. Ja, want geen enkele show is hetzelfde, maar jullie hebben over de jaren natuurlijk ook al heel veel shows gespeeld. Nu wil ik ter ere van het 10-jarig jubileum toch nog even terugblikken. En dan begin ik bij jou. Jan, toen jullie begonnen, wat herinner je van de eerste 2-3 weken van de 3J's? Wat was de mentaliteit binnen de band? Leuke vraag trouwens. Dat is wel een leuke vraag, maar dat is een hele... Dat is niet goed om die vraag aan mij te stellen, want ik heb een heel slecht geheugen. Dus ik weet er helemaal niks meer van. Nou, dan ga ik naar je buurman. Nou, ik weet dat nog wel. Je moet het zo zien, het was een hele gekke tijd. Wij zijn inmiddels, als je kijkt naar de Volendammer delegatie binnen de popmuziek, weet je, met name Jan, Nick, Simon en wij. Wij voeren dan een beetje de boventoon aan van het bekende deel in de muziek. Je hebt ook nog wat alternatieve bands uit Volendam. Maar wij gingen ontzettend gelijk op, waarbij Jan de kar trok, Nick en Simon kwamen erachteraan en wij kwamen daar weer achteraan. En wij kwamen echt op een sneltrein terecht. En dat kwam gewoon omdat wij bij hetzelfde boekingskantoor zaten. En in die tijd werden de optredens, het was heel normaal dat je gewoon 20 keer, 25 keer in de maand optrad. Dat was natuurlijk bizar als je daar nu over nadenkt. En ik weet nog gewoon dat wij wij kochten een auto en wij zijn die auto niet meer uit geweest. Want we hadden ook een overijverige platenmaatschappij die, zeg maar de eerste single, daar gingen we letterlijk gewoon langs alle radiostations, maar dan ook de lokale. Dus we stapten de auto in en ja, we zijn letterlijk, want zij zeiden ook gewoon, weet je, de enige manier om door te breken, dat moet je gewoon doen. Dan moet je in de auto stappen en dan moet je gewoon overal langs gaan. En gewoon, weet je goede wil laten zien en optreden. Dus wij, letterlijk de eerste twee weken, dat was voor ons een soort van, een gekkenhuis. Okay. Echt een gekkenhuis was dat. Kun je ervan genieten? Dat is nog 2 jaar doorgegaan. Dat is nog 2 jaar doorgegaan. Gewoon 2-3 jaar achter elkaar promo's en optredens gedaan. Dus dat was zoveel. Want ja, wij moesten gewoon 3, 4, 5 keer op een zaterdagavond optreden. Als we terugkwamen van het 4e optreden, dan wist ik al niet meer wat de eerste 2 optredens waren geweest. Oké. Kon je er in die zin van genieten? Of is dat pas later dat je erop terugkijkt van, oh ja, we hebben het eigenlijk toch wel heel veel aan gehad? Wij hebben er niet van genoten. Okay. Nee, dat kan ik wel stellen, omdat voor mij nu zijn die, en ik kan er nog wel over vertellen, maar die eerste paar jaar, dat is gewoon een zwart gat. Okay. Wat ik nog wel heel goed weet, is zeg maar die opnameprocessen, want dat is wel iets, het creatieve gedeelte, dat blijft wel bij. Dat deden we dan tussen het optreden door. Dan was het gewoon echt zo, als we bijvoorbeeld 's middags een optreden hadden en 's avonds, dan kwamen we van een optreden, dan gingen we de studio in, dan gingen we een paar uur aan het werk en dan bam, weer die auto in. Okay. Dat was gewoon een, we zaten gewoon in een draaimolen. Okay. En achteraf is dat best wel zonde, want het is allemaal, omdat we gaan onze 10-jarig jubileum vieren in het theater en we moesten wat oude beelden, we gaan in het theater ook wat dingen laten zien met videobeelden en we moesten wat oude beelden terugkijken van Zomer Voorbij, maar we hebben die tijd ook nog een soap opgenomen op RTV Noord-Holland, dat was heel grappig ook om te zien, dat is weg, ja. Omdat je gewoon simpelweg de tijd niet had om daar heel bewust in het moment te gaan zitten. Heel actueel, want ons album heet Nu. Maar gewoon het leven in het nu, dat hadden we toen
niet goed door. Want dat kon gewoon niet. Wij waren toen gewoon bezig met waar gaan we naartoe en hoe snel komen we daar. Heel jammer. Ja, over nu gaan we straks verder. Ik wil nog even andere Jan. Hoe beleefde jij de beginjaren van deze groep? Want het was natuurlijk meer als buitenstaander in het begin. Dus hoe heb jij dat ervaren van wat je vader deed en wat deze jullie deden? Nou ja, voor mij was het best wel heftig. Ook omdat, ja, het was zo'n eenheid al die jaren al. En het werd nogal breed uitgemeten, ook in de media. Dus ik was in een soort van voor de camera's en interviews en dingen. Dat was ik niet echt gewend of zo. Dus ik werd wel in het diep gegooid. En we deden vrij snel, nadat ik erbij kwam, een theatertour ook. Maar dat is best heftig, weet je wel, voor theaters. Ik had eigenlijk nog nooit echt in een theater gespeeld. En ja, het is een bepaald niveau, weet je wel. Jan en Jaap en de muzikanten. En ik moest echt meteen soort van op dat niveau zijn. En ja, presteren en voor de camera en alles. Dus dat was wel de beste leerschool eigenlijk die ik kon hebben. Want ik moest er gewoon staan. Meteen, weet je. Er was geen tijd om soort van te wennen. Of ik moest gewoon dat niveau hebben en ik moest er staan. En ja, ik had sowieso nog de plek in te vullen van mijn pa, weet je wel, die zeer geliefd was bij de fans uiteraard. En ja, je probeert je toch bescheiden op te stellen ook, van I know my place, weet je. En ja, dat zijn een hoop dingen die je tegelijk allemaal moet doen. Ja. En goed moet doen ook. Maar dat ging goed, weet je, en want ik kende de jongens al mijn hele leven. En ik speelde al in de backingband, dus er was wel een soort aanloop. En ja, ik wilde ontzettend graag muzikant zijn ook. Dus in die zin was het ook heel spannend en heel leuk. Het was gewoon heel veel dingen tegelijk. Uiteindelijk stonden wij de signeersessies en wilden ze allemaal met Jan op de foto. Dan stonden wij in z'n twee heel zuur in een hoekje. Dat heb je dan ook weer. De nieuwe garde, als het ware. Ja. Die foto's met ons hadden ze al. Ja. Nou, op zich is dat wel een interessant iets, want er is toch een aantal jaar verschil tussen jullie twee en Jan. Muzikaal, is dat van invloed geweest op een gegeven moment? Ook bij het maken van nieuw werk? Nee. Niet echt, ja. Nou ja, in die zin dat Jan natuurlijk een andere kijk op muziek heeft dan zijn vader. Mm-hmm. Jan zijn vader is thuis meer met klassieke muziek bezig. Ik zie het wel zo dat Jan gewoon van dezelfde generatie is als wij. Ja, maar hij zit misschien 10 jaar tussen, maar dat zie ik wel als wij hebben een beetje dezelfde periode meegemaakt. Dus qua, ik denk, muziekstijl. Nee, het verschil is denk ik gewoon het verschil tussen een mens. Dus mijn vader heeft denkbeelden, ideeën over muziek en ik heb dat. Of ik dat nou ben of iemand anders. Er is altijd een andere dynamiek. En altijd een ander meningsverschil dan dat er iemand anders op deze plek zit. Dus ja, of het nou ik ben of mijn pa, er is gewoon een ander mens die andere visies heeft. Ja. Ik denk, weet je, dat speelt altijd mee. Maar uiteindelijk hebben we wel niet fundamenteel andere denkbeelden of zo over muziek. Oké. De eerste, jullie zeggen de eerste 2 jaar waren vrij hectisch. En was er een moment, of misschien een hoogtepunt uit de jaren erna? Een moment dat je dacht van oké, nu zitten we op de plek waar we willen zijn? Ja, eigenlijk ben je nooit op de plek waar je wilt zijn. Want we zijn nog steeds aan het bouwen, weet je. En het gaat wel met golfbewegingen. Ik weet gewoon dat wij in 2010, 2011, dat was echt wel een, daar zat wel een hele hoge piek. Ook als je gaat kijken naar, weet je, de liedjes die we toen maakten, er zaten gewoon een aantal ontzettend belangrijke liedjes voor ons. In die jaren werden die uitgebracht. Als je gaat kijken naar Airplay, weet je, en ook achteraf, dat je toch bepaalde liedjes hebt gemaakt waarvan je denkt, potverdomme, dat hebben we toch wel knap gedaan, weet je. In alle bescheidenheid. Maar gewoon liedjes die, weet je, binnen ons domein gewoon goed gelukt zijn. Mm-hmm. En dat gebeurde allemaal een beetje in die periode. En later, weet je, we hebben dat nog wel een paar keer gehad, maar ik denk het commerciële succes daarvan lag de laatste piek, die lag dan in de hoogste piek in 2010, 2011. Mm-hmm. En we zijn nu natuurlijk op weg, dat wordt een veel hogere piek. Ja, dat is wel grappig, want elke keer als je een bepaald niveau bereikt, denk je dan gelijk weer aan de volgende stap of gelijk weer aan het volgende doel dat je wil behalen? Helaas wel. Dat is nou net het probleem met dat je niet
kan genieten van het moment. Maar dat geldt niet alleen voor muzikanten. Maar dat geldt natuurlijk gewoon als je een bedrijf hebt, dan moet je ook constant... Je mag niet van het succes genieten, want je kan het wel eens kwijtraken. Of hoe houden we dat vast? Of we moeten nog een stapje hoger. Zo werkt het nou eenmaal, helaas. Laten we dan een nieuwe album in gaan duiken, want nou ja, je noemde het net al, de titel Nu. Heeft dat daar ook mee te maken met... Dat is dat. Okay. Dat is exact dat. Gewoon stomweg. Nu. Wanneer kwam die realisatie van we moeten meer in het nu leven? Of we mogen hier wel van genieten? Nou, die is er gewoon af en toe. Af en toe, als we het erover hebben, dan zeggen we dat tegen elkaar. Van we moeten meer genieten van de dingen. Maar dat zal iedereen hebben. En dat hebben wij nu, op dit moment. Maar dat kan net zo goed. Je zou maar een hit scoren van zo'n album. En dan begint ineens die molen weer te draaien, als een gek. En dan kom je ineens weer in een hele andere fase. En dan kun je ook gewoon weer helemaal overspannen raken. In die zin dan, wanneer je aan nummers begint te werken, zit dat in je achterhoofd? Denk je van, oké, als ik nu soms voor een nummer schrijf, dan kan het wel eens ontploffen of dan kan het wel eens die kant op gaan? Nou, niet zo extreem, denken wij dat. Vroeger was dat wel erger. Okay. Dan ben je naïef. Hmm. En dan denk je van, ik heb een hit geschreven, maar je weet het niet. Hmm. Mooi voorbeeld is wat Bluff bijvoorbeeld heeft met Zoute Landen. Dat komt ook heel onverwachts. En het is fantastisch voor de jongens. En dat komt ook op een mooi moment. Maar dat is gewoon, een liedje kan... Er kan op een gegeven moment iets gaan gebeuren met een liedje. En dat kan zomaar een liedje zijn waarvan je het nooit had verwacht. Ja. Dus door de jaren heen hebben wij wel geleerd dat je nooit kan zeggen, we hebben hem geschreven. Weet je, het overkomt je. Het is gewoon de grote lotto waar we in zitten met z'n allen.